Welkom allemaal bij de Second Home Webinar. Vandaag gaan we het hebben over een tweede huis kopen in Amerika en gaan we leren hoe dat we dat precies moeten doen. Neem pen en papier bij de hand, want deze webinar kan je niet pauzeren. Deze webinar is ook voor zowel België als Nederland, dus mocht er een verschil zijn, dan gaan de experts dat zeker aanhalen. Goed om weten ook, blijf zitten tot op het einde, want op het einde zal mijn collega Tom ook nog een gratis code meedelen. Ik ben Koen de Zutter en ik ben hier vandaag dus niet alleen. Ik ben hier aanwezig met mijn collega Tom en met twee experts. Tom. Ja, goeiedag. Namens mij ook iedereen van harte welkom. Alle kijkers en natuurlijk onze experts van vandaag. Mijn naam is Tom van der Brink, collega van Koen. Ook werkzaam bij Second Home. Vandaag zijn we hier met twee experts uit Amerika. Allereerst welkom Michiel Groenendijk van Florida Solutions en Noël Moensens van Florida Sunset Villas. Van harte welkom. Michiel, zou je even kort kunnen voorstellen aan de kijkers? Ik ben Michiel Groenendijk. Wij doen Florida Solutions. We hebben ook een makelaarskantoor hier in. Hallo, Michiel. Ja, het beeld is er gepasseerd. Ja, je bent eventjes weggevallen. Zou je dat nog eventjes kunnen hernemen? Oké. Ik ben Michiel Overhoor. Groenendijk. Ik ben van Florida Solutions, opgericht in 2016. We hebben ook een makelaarskantoor hier in Florida. Dat is opgericht in 2005. Dankjewel. Noël, kan je je ook even kort voorstellen aan alle kijkers? Ja, Noël Munsters hier. Ik ben eigenaar en broker voor Orlando Homes and Investments. Actief in Orlando voor 32 jaar, waarvan 19 jaar in projectontwikkeling en nieuwbouw en de laatste 13 jaar in het aanwerven van bestaande woningen, particulier zowel als van de bank, met een oog op flips en verhuur op lange termijn. Oké, dankjewel. Ik denk dat we beide heren goed in beeld hebben. We gaan van start met de eerste vraag. De vraag voor Michiel. Michiel, wat maakt het investeren in Amerika zo interessant? Kan je daar iets over vertellen? Ja, zeer zeker, zeer zeker. Nou, we zijn hier makelaar, hè, en als we kijken naar de staat Florida, dan gaat het natuurlijk zeker om met de zon te maken en aantrekkelijk vastgoed. Maar toch de belangrijkste reden, daar hebben we eigenlijk twee soorten investeringen voor. En dat is de korte termijn en de lange termijn investeringen. En uiteraard zijn er nog meer, maar dat zijn de grootste punten om, ja, voor het investeren van een tweede huis. Kijken we naar korte termijn investeringen, praten we echt over vakanties en vakantiewoningen, daar kunt u zelf gebruik van maken als koper. Bijvoorbeeld een aantal weken per jaar. En de rest van het jaar wordt dat de woning gewoon uitgehuurd. Nou, dat resulteert ook in goede rendementen. Want ja, de zon wekt ook hier dat er veel toerisme komt. En het toerisme ja, zorgt ook voor een bezettingsgraad. Want dat is natuurlijk sleutel in het verhuren van een huis. Nou, lange termijn daarentegen zorgen wij ook voor Amerikaanse huurders. En die Amerikaanse huurders hebben ook weer te maken met nou ja, met de zon en alle toeristen. Want mensen willen graag huren. Nou, ongeveer 40% van de inwoners waar wij zitten huren. Dat betekent dat er een enorme grote huurmarkt is. En wat resulteert ook in goede rendementen. En als we kijken ook naar letterlijk lange termijn investeringen. Ja, dan is het ook de wetgeving zegt ook de eigenaar is nog de baas. Hè? En als er uitzettingen plaats moeten vinden, gaat dat een stuk soepeler dan bijvoorbeeld Nederland of in België. En ja, al met al zien we dat nou, investeringen ja, goed zijn. Kortom, niet alleen voor de zon en alle geneugten van het leven, maar ook voor het rendement is het zeker het overwegen waard. Ja, zeer, zeer zeker. Kijk, het zijn gewoon stabiele factoren. En ja, mensen willen graag werken. En ook door het toerisme is er heel veel werkgelegenheid hier. En ja, dat resulteert dat men gewoon graag een huurwoning wilt hebben. En ja, in combinatie ook met de zon, met het toerisme, is het eigenlijk in beide factoren, lange termijn en korte termijn, een stabiele belegging. Prima, prima. Noël, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
Ja, ik zou zeggen, in Amerika in het algemeen is nogal een redelijk vriendelijk investeringsklimaat. En zoals Michiel zegt, de eigenaar is de baas. Het maakt ook het kopen en verkopen van woningen heel simpel. En alles is heel gereglementeerd en algemeen, door algemene contracten. Dus ja, en dus ook de samenwerking tussen de Europese landen en Amerika qua taxaangifte en alles is heel klaar en duidelijk. Je moet je er niet veel vragen bij stellen. Ja, ik denk Michiel heeft aan alles een goed antwoord gegeven. Ja, oké. Maar het klinkt alleszins heel aantrekkelijk om te investeren in Amerika. Nu, stel, oké, ik neem de beslissing, ik wil investeren in Amerika, maar wat nu? Wat moet ik nu precies doen? Hoe kan ik mij voorbereiden? Ja, de gemakkelijkste en meest efficiënte voorbereiding is natuurlijk naar Second Home Expo gaan en daar met een aantal makelaars spreken. En de makelaar waar u zich goed bij voelt, vraagt die makelaar voor een persoonlijke en zakenreferenties. Dat gaat een ernstige makelaar heel normaal vinden. Je kunt misschien ook een aantal voorbeelden vragen van deals die ze juist hebben afgerond. Dan krijg je een idee van kosten die erbij komen, aankoopprijzen enzovoort enzovoort. Dat kun je doen zonder veel geld of zonder veel tijd te investeren. Okay. De tweede vraag die je natuurlijk moet stellen, en Michiel heeft er even aan gebonden, is ja, wat is het doel van de investering? Is het doel van de investering rendement creëren? Is het doel van de investering een vakantiewoning kopen die je zelf met je familie gaat gebruiken? En dan natuurlijk ook je budget. En is het budget realistisch met wat er op de markt staat? Met wat er te koop staat? Want als je een familie hebt van 5 personen en je budget is maar voor een 2-slaapkamer condo, ja, dat gaat natuurlijk heel moeilijk worden. Dan is het misschien beter dat je een 2-bedroom condo koopt en met dat rendement op vakantie gaat. Dus, ja, zeg maar. Kan je iets meer vertellen bijvoorbeeld over de budgetten van een woning? Kan men bijvoorbeeld ook al met een budget van 200.000 euro iets kopen in Amerika? Of... Men kan met een budget van 100.000 euro iets kopen in Amerika. Okay. Een budget van 200.000 euro kan je zeker een woning kopen met 4 slaapkamers, 2 badkamers in een heel mooi domein. Okay. En dat kan je dan verhuren op lange termijn, zoals op korte termijn. Maar een budget van 200.000 euro is zeker meer als voldoende. Zoals ik zeg, men kan beginnen met een budget van 100.000, 150.000 euro. Dat ga je natuurlijk geen woning voor kopen, maar daar kan je wel een heel mooi appartement van kopen dat in een gebied staat, dicht tegen parken aan en andere gelegenheden. Vooral in Orlando, want als je in Orlando iets koopt, of Davenport of ja, Kissimmee, maakt nu niet uit, dat is groter Orlando, zit je op een uur tot een anderhalf uur van eender welke kust. Dus je zit eigenlijk dicht tegen de Atlantische Oceaan, zowel dicht tegen de Golf van Mexico. Dus er zijn ongelooflijk veel parken ook, staatparken, zowel als nationale parken, rond en in Orlando, waarvan je kan genieten. Dus het is niet juist te doen voor de pretparken, alhoewel dat natuurlijk een heel grote aantrekkingskracht heeft. Oké, ik ben eigenlijk benieuwd en ik zou dat aan Michiel willen vragen. Michiel, van de mensen die kopen in Amerika, zou je ook kunnen zeggen van ik ga het in delen voor eigen gebruik ervan genieten en voor een gedeelte verhuren, bijvoorbeeld een half jaar zelf en een half jaar verhuren. En ik ben eigenlijk nieuwsgierig, zou je ook een financiering kunnen krijgen als je zou willen kopen in Amerika? Het is mogelijk. We zien wel dat daar eisen aangesteld worden met financieringen. En ja, financieringen in Nederland en in België gelden toch anders dan in Amerika. Je moet namelijk kredietwaardig zijn. En hetgene wat men heeft opgebouwd in België of in Nederland telt niet. Dus okay. Een bank, een Amerikaanse bank, zal je niet
1, 2, 3, of in ieder geval niet snel helpen of tegen extreme rentes. Gaan we naar nieuwbouw kijken daarentegen, vakantiewoningen, is het een stuk soepeler om dat te doen. Ook zeker dat de rendementen, nou ja, een bouwer weet ook dat de woning uitgehuurd gaat worden. Wij prefereren wel een stuk eigen geld mee te nemen. Ook is het niet om bijvoorbeeld meubels te kopen en om de financiering daar te doen. Er zijn bestaan ook mogelijkheden dat men in België of in Nederland de financiering kan nemen, deels. En dat men de koopcontracten kan laten zien. Echter, de banken staan niet huiverig voor, want ze kunnen geen beslag leggen op de woning. Maar financieren is wel mogelijk. Alleen, wij prefereren eigenlijk altijd een standaardregel. 30-50% eigen geld als het over financieren gaat. Oké, dankjewel. Stel, ik heb een goed gevoel bij een makelaar die ik bijvoorbeeld ontmoet heb op een beurs en daarna de handel een aantal keer contact. Ik heb een woning gevonden waar ik mijn zin op heb gezet. Hoe gaat het proces dan in zijn werk? Is er een stappenplan, Michiel? Ja, nou, een stappenplan is er zeer zeker. Want ja, dat begint eigenlijk in België of Nederland zelf. Normaal gaf het al aan, de second home beurs is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Maar als wij contact leggen, dan begint het eigenlijk al het leuke werk van tevoren. Je selecteert bijvoorbeeld een woning of team die men geïnteresseerd in is. Bijvoorbeeld gebied, wat ook aangegeven wordt. Het is een enorm grote staat. Om even de afmetingen te nemen. Het is gewoon twee keer de Benelux plus. Het is groter dan twee keer de Benelux. En in het zuiden of in het noorden, aan de kust, natuurparken. Er is heel veel te doen. En als we dat om gaan draaien naar de klant, ja, dan weet de klant natuurlijk al bepaalde regio's waar men wil zitten. En als wij daar natuurlijk naar kijken, ja, dan zien we wel de gebieden met investeringen. Dat Orlando-gebied enorm goed rendement geeft. Dat men daar heel veel werkgelegenheid heeft. Maar ook aan de andere kant heel veel te doen heeft qua toerisme. En dat resulteert in goede rendementen. Daar gaat men voor. Maar als men het gevoel kijkt met het stappenplan, ja, dan selecteren we huizen. Nou ja, die gaan we terugbrengen tot bijvoorbeeld 2 à 3 huizen. Daar kunnen we video's van maken. Daar kunnen we uiteraard calculaties voor, dat men hier natuurlijk naartoe komt in het vliegtuig. En zo kan men het aankoopproces natuurlijk al van tevoren al doen. En men kan een goed gevoel krijgen, zeker met internet, met foto's en met calculaties, wat men kan verwachten van een woning hier in Florida. Ja, en Noël, als je het hebt over dit stappenplan, is dat iets wat bij jullie op dezelfde manier werkt? Kan dat ook op afstand of werken jullie liever met iemand ter plaatse? Nee, dat kan zeker op afstand. Vooral deze dagen met Google Street View en Google Maps en alles kun je heel goed de satellite views, maar vooral de street views, dat je eigenlijk een virtual reality tour kan maken van bepaalde straten, vooral op recess. Op nieuwbouw is dat soms een beetje moeilijker, omdat er zoveel gebouwen wordt en dat kan van week tot week en maand tot maand veranderen. En Google Street View is niet noodzakelijk updated daarvoor. Maar op bestaande woningen is dat heel gemakkelijk voor te doen. En dan krijg je natuurlijk ook een heel goede feeling en view van de buurt zelf. En dan voor de rest, voor de woningen, ja, er is allerlei foto's, virtual views, video's dat je kunt naar de klant sturen, die zich dan kan voorbereiden. Hetzelfde met aankoopcontracten en alles. Alles kan bijna via een e-mail gebeuren. Er zijn heel veel van onze klanten die de woning die ze kopen eigenlijk puur voor rendement kopen en die woning zelf nooit komen bekijken. Ja. Tot slot is het een beetje zoals een beursdeel kopen voor veel van de klanten. Je koopt een aandeel, dat geeft u een zeker maandelijks dividend. Okay? En op het einde, als je verkoopt, nog een heel mooie meerwaarde. En als jullie praten over rendement, kan dat uitgedrukt worden in een percentage? Of hebben jullie daar een idee van hoeveel dat precies is? Ja. En willen jullie dat delen met de kijker? Vol verwachting wachten wij op het antwoord, Noël.
Koen, ik zal u zeggen, op lange termijn zit je doorgaans echt waar met een netto rendement tussen de 5% en 7%. Kan dat hoger zijn? Natuurlijk. Is dat heel realistisch? Dat is heel realistisch. Dus als je alle kosten eraf trekt. Je ziet dikwijls rendementen die niet realistisch zijn, omdat daar een deel aftrekposten nog niet af zijn. Bijvoorbeeld de jaarlijkse taksen, de jaarlijkse verzekering, de homeowners association fees. En diegenen die in sommige communities, in sommige verkavelingen, $300 tot $500 per maand kunnen zijn. En daar moet je natuurlijk wel mee opletten dat de makelaar die voorstelling doet, alle onkosten mee in de berekening zet. Want anders, als je gewoon met de bruto inkomsten komt, en je deelt die door je aankoopprijs, heb je een totaal vals beeld van wat het juiste rendement is. Dan na een aantal jaar, we hebben klanten die gekocht hebben in 2010, 2011, die nu verkocht hebben, die zitten met rendementen op jaarbasis van soms 20%. Is dat nu nog haalbaar? Ja, dat weet ik niet. Het hangt allemaal vanaf van je aankoop natuurlijk. Het is daar waar je je geld verdient, bij je aankoop, niet noodzakelijk bij je verkoop. Ja, amai. Dus dat zijn effectieve voorbeelden die we hebben. Nu de huizenmarkt is totaal anders. Dus nu kun je een normale prijsstijging zou iets zijn van, laten we zeggen, 3% per jaar voor de woning. En als je daar dan je netto rendement bij rekent, dan zit je nog steeds rond de 8% tot 10% op jaarbasis. Is dat mooi? Dat is heel mooi. Dat is verhuur op lange termijn. Verhuur of vakantieverhuur gaat totaal anders zijn. Dat gaat meer seizoengebonden zijn. Er zijn ook een aantal kosten, maandelijkse kosten, die op verhuur of vakantieverhuur bij de eigenaar blijven. Dus met andere woorden, alle nutsvoorzieningen en alles, op verhuur of lange termijn, worden betaald door de huurder. Bij vakantieverhuur, dat blijven lopende kosten. Of dat er iemand in de woning is of niet. Dus op vakantieverhuur, doorgaans, als je kunt mikken met een paar percentages rendement, zit je al goed na je onkosten. En dan natuurlijk heb je dezelfde prijsstijging doorgaans als een woning met een vakantieverhuur, lange termijn verhuur, met die 3% op jaarbasis. Soms is 4, soms is 2,5, soms is 2. Maar als je het uitrekent over de laatste, laten we zeggen, 30 jaar, zit je ongeveer rond 3%. Uiteindelijk is dat natuurlijk nog meer dan de spaarrente op de huidige bankspaarrekeningen. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk ook interessant. Zeker ook een heel goede beveiliging voor inflatie. Ja. Michiel, is de cijfers zoals Noël die noemt, kan je dat ook op die manier bevestigen? Ja, zeker. En ik denk dat wij ook nuchter Nederlanders en Belgen zijn om gewoon het daadwerkelijke rendement te laten zien. Ik ben het er zeker mee eens. We hebben grote portefeuilles van 60 woningen plus met lange termijn. Ja, bezettingsgraad is daar de key. En die resulteert gewoon in 95 plus bezettingsgraad, terwijl vakantiewoningen een stukje minder is. En uiteraard moet je daar ook wel echt aandacht aan besteden, want hoe dicht je bij een pretpark zit, hoe nieuwer de woning en hoeveel accommodaties het vakantiepark heeft, hoe hoger de huur kan rekenen. Maar zeker een vakantiewoning is heel fluctueel. Hè. Seizoen ben ik het niet helemaal mee eens, want het hele jaar kunnen we hier uitverhuren. Maar je ziet uiteraard wel dat daar inderdaad seizoenen met hoog tarief en laag tarief zijn. Maar ook zeker bezettingsgraden met vakantiewoningen is zeer zeker haalbaar. En als we kijken naar lange termijn, is dat een stabielere belegging. Want
het zijn ook jaarcontracten. En die jaarcontracten sluiten we af per jaar. En we kunnen dat steeds verlengen. We kunnen dat ook eventueel naar een 2-jaar contract doen. Dat doen we dan ook met bepaalde contracten. Maar ja, hoe langer de huur erin blijft, hoe continuer rendement er wordt gegenereerd. En ja, wat Noël zegt, we hebben ook klanten inderdaad die in 2010, 2011 hebben gekocht. Ja, ik denk dat dat ook geen reëel voorbeeld meer is als je naar 15 à 20% rendement gaat. Want dat was wel mogelijk. Echter, de dollar is een stuk sterker geworden de laatste jaar ten opzichte van de zwakke euro. En daar moet men ook zeker naar kijken in Nederland en België. Ja, dat de rendementen daardoor ook onder druk komen te staan. Dus hun euro wordt letterlijk zwakker ten opzichte bijvoorbeeld van een jaar geleden. En de huizenprijzen stijgen hier ook. Net als in België en als in Nederland. Maar men ziet wel ja, dat hier de grootste stijging ook wel echt komt door de dollar. En ja, een sterke dollar is dan goed ook voor de portefeuille op den duur. Maar ja, dat is zo fluctueel. En dan zie je dat het laatste jaar wel onder druk heeft komen staan, de rendementen. Oké, dankjewel. Ja, de volgende vraag is voor Noël. Wat is eigenlijk het verschil in het aankoopproces van een nieuwbouwwoning of een resaleswoning in Amerika? Ja, bij een nieuwbouwwoning gaat men naar een bouwer of een ontwikkelaar. En die heeft dan een aantal gronden te kopen. En dat kan van 50 tot 500 gronden zijn. Doorgaans heeft hij een paar kijkwoningen die men bezichtigt om een idee te krijgen van de indeling en de kwaliteit van de woning. Daarnaast heeft die bouwer een showroom waar je kan gaan kijken dus, voor een voorbeeld van keukenkassen, vloerbekleding, badkamertabletten, allemaal die dingen. Sommige woningen zijn misschien al een stuk gebouwd. Okay? En dan krijg je dan een beter beeld op van de, wanneer die gaan afgewerkt zijn. De meeste bouwers hebben hun eigen bouwovereenkomsten. Dus qua contracten is daar wel wat verschil. En daar moet je natuurlijk een beetje op letten en goed nakijken. Om een woning te bouwen in Orlando moet je normaal verwachten tussen de 6 en de 8 maanden of zoiets voor een woning van A tot Z te bouwen. Okay. Bij een bouwer verwacht men ook doorgaans een 5 tot 10% deposit, vooral als het over een cash deal gaat. Die als je, als je niet naar de closing gaat, die ben je wel kwijt. Okay. En dan vooral, dus normaal, ja, eens dat ze de woning gezet is, okay, is de closing op 1 week tot 2 weken na dat de woning af is. Sorry, de closing, wat bedoel je daar precies mee, Noël? Dus dat is daar waar de act gepasseerd wordt. Ja, oké. Okay. De overdracht. Okay. Ja. De overdracht, inderdaad. All right. Bij resales kan de overdracht heel snel gaan. Dat is niet zoals in België of misschien als in Nederland. Bij resales, ja, je kijkt naar woningen die bestaand zijn. En dat zijn dus woningen ofwel van een particulier ofwel van de bank. Okay? En daar kan de overdracht dikwijls afgerond worden op zo snel als 14 dagen. Meestal 30 tot 40 dagen. Wordt die overdracht gedaan. Okay. Nu, alle bestaande woningen hier, toch 99% van de bestaande woningen, gaan allemaal in één centraal systeem, de multiple listing system. Dus die woningen worden te koop gesteld en ieder makelaar in Florida mag die woning verkopen. Oké? Okay? Dus dat is niet zoals in België, dat ieder makelaar een listing binnenkrijgt en die gaat die listing dan verkopen. Hier wordt alles, de samenwerking tussen makelaars is veel beter dan in België of in Nederland. Het is heel normaal, 80-90% van de woningen die bestaand zijn, die te koop worden gesteld, okay, worden verkocht door een ander makelaar. Niet door de makelaar die de listing heeft. Okay? En dat is ook nog een stap die mensen kunnen pakken, want al die systemen zijn eigenlijk min of meer publiek. Okay? Dat mensen bijvoorbeeld in België en Nederland, die kunnen online al zoeken naar een bestaande woning, en dan uw makelaar contacteren en zeggen, ja, ga even naar die woning kijken en zien of dat de kwaliteit van de woning wel degelijk is, zoals het wordt voorgesteld op foto's en op video. Ja. Okay. Dus dat is wel belangrijk. Dus je hebt eigenlijk via je makelaar, wat er ook op de markt staat, okay, je makelaar kan en mag dat verkopen. Okay. Dus het is niet noodzakelijk van de listingmakelaar te contacteren. Het is beter van je eigen makelaar te contacteren die jouw interest in beste handen heeft. Ja.
De closing, gebeurt dat eigenlijk bij een notaris of hoe moeten we dat zien? Een soort notaris. Hier hebben ze closing agenten. Dat kan een advocaat zijn, dat kan gewoon een closing agent zijn. Die zijn beëdigd door de staat en verzekerd door de staat, okay, voor uw acte af te ronden. Okay? Bij de closing krijg je ook wat ze noemen title insurance. Okay? Het is eigenlijk een soort acteverzekering. Met andere woorden, eens dat de acte gepasseerd is, en laat ons zeggen, de taxen 10 jaar geleden zijn vergeten betaald geweest. Okay? De verzekering gaat daarin instappen. Okay. En zorgen dat dat inderdaad in orde komt. Okay. Of de verzekering draait op voor het bedrag voor wat je de woning hebt gekocht. Okay. Dat heb ik in mijn 30 jaar nog nooit zien gebeuren. Okay. Ja. Dus ik heb het al wel gehad dat er bijvoorbeeld een probleem was met een akte van misschien 2 of 3 kopers geleden op een bestaande woning. Okay. Waar bijvoorbeeld de ex-vrouw niet had getekend. Okay? Dus dan doen ze terug een onderzoek, ze vinden die ex-vrouw en die moet dan tekenen op de akte die misschien 10 jaar geleden gepasseerd is. Bij de nieuwbouw heb je dat veel minder, omdat je de eerste eigenaar bent. Okay? Dus, maar in ieder geval, of het nu nieuwbouw is of een bestaande woning, je hebt eigenlijk dezelfde rechten, plichten bij aankoop. En het belangrijke is ook, in Amerika... Okay, als, zelf als buitenlander of als Amerikaan, ben je 100% eigenaar. Dat heb je niet overal als je als buitenlander ergens koopt. Hier heb je dezelfde rechten en plichten als een Amerikaan. Je kunt er met die woning, zolang dat complied met zoning regulations, kan je doen met die woning wat je wilt. Kopen, verkopen, schenken aan je kinderen. Je bent volledig eigenaar. Als je het hebt over het verschil tussen nieuwbouw en resales, Michiel, en ik ga puur voor het rendement, zou je dan kunnen zeggen, nou dan adviseer ik je om naar een bepaald type woning te gaan. Is dat misschien resale? Is dat misschien nieuwbouw of een bepaald type woning? Of kan je dezelfde rendementen halen met nieuwbouw en resales? Nou, ik denk, waar koop je het voor? Hè? Is het natuurlijk voor de korte termijn, in de zin van dat je het een aantal jaren koopt, dan is het natuurlijk anders dan een lange termijn. Want een nieuwbouwwoning heeft natuurlijk een groot voordeel. Er is geen onderhoud. Er zit nog verzekering, er zit gewoon garantie op. En om bijvoorbeeld te geven op een dak zit vaak 10 jaar garantie. Hè? Dus dat soort kosten komen er niet bij. En kijken naar resales, zeker als wij met banken gaan werken, foreclosures en dergelijke. Dan zie je dat daar wel betere deals. Want ja, rendement slaat natuurlijk altijd op wat de aankoopprijs is. En dat is natuurlijk een beetje afhankelijk wat een bouwer heeft. En wat wij vaak doen is quick to move in homes met bouwers. We hebben lijsten van de grote bouwers. En als mensen komen deze kant op, ik raad bijvoorbeeld altijd aan om einde van een maand of einde van een kwartaal te doen. Zeker met cash-buys kunnen we daar goede deals mee doen. En dus ook nieuwbouw kan je best wel een leuke voordelen behalen. En voor de stabiele rendementen denk ik dat het op hetzelfde uitkomt. Echter, ja, een $100,000 appartement, ja, kan je niet nieuw kopen. Dus nee. Maar rendement technisch is natuurlijk een appartement van $100,000. Zeker kan dat best wel interessanter zijn qua rendement. Echter, ja, je praat wel over een 20 of 30 jaar oud appartement. Maar een huurder zoeken is hier vrij eenvoudig ook met de systemen die wij hebben. En die mijn collega ook heeft met de MLS om huurders te zoeken. Want ja, er is nog steeds heel veel vraag naar. Dus leegstand, of je moet extreme huren vragen. Maar leegstand is bijna niet het geval. Ja. Als men in Amerika een woning koopt of een appartement en bijvoorbeeld de vraagprijs is $100,000. Komen daar dan nog extra kosten bij, zoals BTW of registratierechten? Nee, er zijn kleine. Het is leuk om te zeggen, want het is namelijk kostenverkoper. Dus als hier een koper uit België of uit Nederland komt,
Dan zijn ons, wij als makelaars, kantoor, makelaars, realtor, worden betaald door de verkoper. En dat geldt zowel voor de nieuwbouw als resales. En dat betekent dat er ook gewoon aandacht aan besteed is. En ook als je een andere makelaar gaat bellen, zijn ook de punten die men verstrekt voor een verkoper. Dus er wordt altijd gekeken, als jij natuurlijk makelaar bent van de verkopende partij, dan is de eisen voor de verkopende partij het beste. Nou, kom jij dus ook met een eigen makelaar, die heeft het belang natuurlijk van de koper en niet van de verkoper. En wat Noël zei, we doen het samen. Hè? Dus je deelt ook de commissie van die verkopende partij. En zo krijg je ook de beste deal in het belang van de koper. En dat zien wij dat ze in ieder geval zeker voordelen betreft. Dus kostenkoper is in dit geval voor de verkoper. Bij de title company zou je bepaalde kosten al van tevoren moeten betalen. De HOA, de Homeowner Association, moet je vooruit betalen. Deels van de property tax moet er vooruit betaald worden. Als er een inspectie wordt gedaan om exact te weten van wat is de staat van de woning. Ja, dat soort kosten komen er nog bij. Maar BTW bijvoorbeeld, dat is er niet op woningen. Daar kom ik ook wel mooi gelijk bij de volgende vraag, Michiel. Als je het dan hebt over de rol van de makelaar in dit aankoopproces. We hadden het net over een woning van een resaleswoning met bepaalde onderhoudskosten. Wat is precies jouw rol of jullie rol als makelaar in dat aankoopproces? Wat mag ik precies daarvan verwachten? Nou, ik weet zeker dat wij een belangrijke rol spelen in het vertrouwen van een Belgische of een Nederlandse koper. Want we willen het volledige begeleiding doen. Ons verhaal stopt niet als wij de verkoop hebben gedaan. Hè. We willen graag een volledige begeleiding doen. En dat heeft natuurlijk niet alleen te maken met verkopen een woning. En na 2 maanden is de woning natuurlijk van degene die u wil contact houden. En dat heeft natuurlijk met wetgevingen te maken. Met eigenlijk het hele belastingenverhaal. En dat kunnen we allemaal regelen. En ik vind ook dat een makelaar die aangesteld wordt door een Nederlander of een Belgische cliënt. Ja, dat die daar verstand van zaken van heeft. En wij raden ook zeker aan. Hè, in Nederland kennen we beroepsgroepen. En België natuurlijk ook. BIV en de NVM. Wij kennen het hier ook. De Board of Realtors. En die zijn er eigenlijk ook gecertificeerd. Makelaars. En dan zie je ook dat daar meer know-how in zit. En daar mag je ook wat van verwachten. Dus dat raad ik ook zeker aan om daar een goede makelaar te zoeken. Als er een woning wordt gekocht in Amerika. Eigen taal sprekend vertrouwen moet wel een klik zijn uiteraard. Ja. En hoewel stopte die dienstverlening na de aankoop? Of hebben jullie nog een after sales traject? Of kan men altijd bij jullie terugvallen? Hoe werkt dat precies bij jullie? Ja, bij ons werkt het heel. Wij doen alles van A tot Z. Met andere woorden, het is heel belangrijk van hier, als je een woning voor vakantieverhuur of voor lange termijn koopt, dat je een makelaar hebt die alles van A tot Z doet. Met andere woorden, van aankoop tot verhuur, beheer, taxaangifte en wederverkoop. Oké? Dus dat vermijdt ook misverstanden van die gaat dat doen en die gaat dat doen. En er komen de meer personen dat je erin betrekt, de meer kans dat er is voor misverstand. En ook een makelaar die je kan terechtbrengen bij de juiste verzekeringsmakelaar, als er herstellingen moeten gebeuren op een bestaande woning, die dat allemaal kan afronden. Aan eerlijke en doorzichtige prijsstellingen. En waar je weer een goed gevoel bij hebt. En die je ook al hebt gecheckt met dus referenties, zakelijk, zowel als persoonlijk. Oké. Noël, je bent al meer dan 30 jaar actief in Amerika. Mm-hmm. Ik veronderstel dat jullie ook wel echte tips hebben voor de potentiële kopers. Ja, de tips, ik zal u zeggen, eigenlijk hebben we die al duidelijk besproken. De tips zijn eigenlijk, eerst en vooral, wat is de doelstelling van de aankoop? Oké? En blijf bij je doelstelling.
Met andere woorden, sommige mensen komen naar hier, ze hebben een doelstelling van misschien een appartement te kopen en te verhuren op lange termijn voor 100.000, 150.000 euro. Je begint rond te kijken, verschillende verkavelingen en alles, en ze worden verleid op een heel mooie verkaveling, waar ze dan besluiten van, ja, toch maar een vakantiewoning te kopen. Oké, okay. Die ze dan zelf met de familie gaan gebruiken voor een aantal maanden per jaar. Oké, okay. De rendementberekening die je krijgt voor verhuur op lange termijn en de rendementberekening voor een vakantiewoning is totaal verschillend. Oké, okay. Met een vakantiewoning, als je zelf kunt gebruiken een aantal maanden per jaar, oké, okay, en de rest van het jaar verhuren, oké, okay, een break-even over 3 tot 4 jaar, is realistisch, maar je hebt dan nog wel de meerwaarde van de woning. Oké? Okay? Dus zolang dat je kosten kunt dekken. De tweede is, dus blijf bij je doelstelling. De tweede is weer een makelaar die alles kan begeleiden, van A tot Z. Oké? Okay? Dus van aankoop, beheer, verhuur, herstellingen, taxaangifte. Alles dat heeft te maken met de woning zelf, die eigenlijk je ogen en je oren bent, terwijl je hier niet zit. Oké? Okay? En dat zijn eigenlijk de twee grote stappen, is dat wat ik zou zeggen, dat je moet blijven voor een tevreden klant te hebben. Michiel, denk je daar hetzelfde over? Ja, zeer zeker. Als je alles in huis doet, kan je ook sneller beslissingen maken. En ik denk ook dat vertrouwen een heel belangrijke factor is. En ze hebben mij ook wel eens verteld, you trust the key of the company. Hè? Dus iemand geeft jou de sleutel van het bedrijf. En dat is in dit geval een vakantiewoning of een beleggerswoning. Die moet zorgen dat de stenen voor je gaan werken. En dat kan door verhuur. En als die makelaar alleen maar snel wil verkopen, dan kan je soms ook wel eens bedrogen uitkomen. En je ziet bijvoorbeeld too good to be true, foreclosures. Het lijkt interessant, maar dat is het niet. Hè? Dus vandaar ook, dat laat die makelaar er goed naar kijken. Wat ook veel gedaan wordt, dat een verkoper van een nieuwbouwproject heel veel beloftes doet, want die denkt, ja, weet je wel, ik heb geen belang. En wordt ook echt wel eens nadelig gedaan. Men zegt het is een vakantie-uitverhuurzoning, maar is het niet. En dat hebben wij wel gezien. Hè? Dat in het verleden dat daar kopers een huis kopen en die dachten we mogen dag tot dag uitverhuren. Maar mag niet. Dus vandaar het vertrouwen in een makelaar die met je meegaat om het gehele traject, hè, van A tot Z te begeleiden. En dat doen wij ook. Hè? Dus zowel van de aankoop tot de verkoop, het hele project begeleiden. En daar zie je dus dat alles in huis gebeurt. En daar ben ik het ook zeker mee eens. Vertrouwen. En ik denk dat dat het sleutelwoord is. Oké. Okay. Ja, daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. Ik wil Noël Moensens en Michiel Groenendijk uiteraard danken voor jullie input en uitgebreide toelichting. Alle kijkers bedankt. Er volgen nog 2 nieuwe afleveringen waarin we ingaan op het investeringsklimaat en de fiscale aspecten van het kopen van een woning in Amerika. Meer informatie hierover ontvangt u via onze nieuwsbrieven en informatie hierover op onze websites. Voor alle kijkers die de experts live willen ontmoeten op een van de volgende beurzen. Hieronder in beeld verschijnt een uitnodigingscode waarmee u een gratis toegangsbewijs kunt downloaden. En dan zien we u graag op een van de komende beurzen in Nederland of België. Nogmaals, Michiel, Noël, van harte bedankt voor alle input. En alle kijkers, graag tot de volgende keer. Dank u. Graag gedaan. Dank u wel. Ja. Oké. Okay.